Dit is Bert van Beeren, de legendarische uitbaatster van Café Het Mandje op de Zeedijk. Op 25-jarige leeftijd, dus hartstikke jong, nam ze een café over daar. En ze was lesbisch en ze zorgde ervoor dat in haar café homo's en lesbiennes gewoon zichzelf konden zijn. Wat uitzonderlijk was in die tijd, we hebben het over de jaren 20 van de 20ste eeuw. Ze was ook legendarisch omdat ze motor reed als vrouw. Ze was legendarisch om hoe ze met haar gasten omging. Mannen die met een stropdas binnenkwamen, die waren hun leven bijna niet veilig. Want zij knipte ze zonder pardon af, want niemand moest denken dat hij meer was dan een ander. Wat heeft zij betekend voor de stad? Dat voorvechten voor homorechten heeft ze zeker betekend voor de stad. Ze is een typische Amsterdamse in de zin van dat ze zo'n excentriekeling is. Dat ze zo door roeien en ruiten ging om op haar eigen manier haar leven te leiden. En ze past in deze tentoonstelling gewoon heel erg goed, omdat zij gewoon een belangrijke vrouw was in de 20ste eeuw.